Goedemorgen, het is vandaag zondag 25 oktober 2020. En het zijn natuurlijk roerige tijden nu en we horen van alles. En er is ook heel veel angst in deze wereld. Hè. Ik heb daar vaker over mogen preken. En het zijn nog pittige tijden. Alleen, God is toch ons lichtpunt in deze roerige tijden. En soms denken we met elkaar, oh, waar gaan we heen? En dan hoor je vanmorgen op het nieuws dat we al 300.000 mensen, dat ze al last hebben. Sorry dat hier even hoest met iemand. Heeft geen last van corona, maar die moest even hoesten. Dat er op dit moment in Nederland 300.000 mensen last hebben van corona. De lener wordt niet bijverteld dat het vanaf maart is. En dat er ook al heel veel mensen zijn genezen. Er wordt niet bijverteld dat er ook heel veel mensen last hebben van gewoon een griep. En vanmorgen waren we even met elkaar aan het praten. En eigenlijk, toen zei iemand van, eigenlijk ben ik benieuwd naar de overlijdingscijfers vanaf 1 december. Ik zal je even duidelijken wat daarmee bedoeld wordt. Elk jaar in december, rond 1 december, dus zal 1 of 2 januari beschikbaar zijn, kun je lezen hoeveel mensen dat jaar overleden zijn, gewoon het hele jaar door. Nu zijn wij benieuwd, deze persoon vooral, van hoeveel mensen er nou overleden zijn dit jaar. Want bijna alles wordt aan corona afgeschoven. Maar dat is niet eerlijk. Je hoort nauwelijks meer dat mensen overlijden aan kanker, wat ook afschuwelijk is. Overlijden aan hart- en vaatziekten, wat ook afschuwelijk is. Dus ik wil het niet bagatelliseren, ik wil het niet kleiner maken. Het gaat even om, er overlijden sowieso altijd mensen, door het hele jaar door. Maar vanmorgen wil ik jullie wat vertellen over geloofshelden van God. We gaan daarvoor naar Hebreeën 11, is het Nieuwe Testament. Hebreeën 11 vanaf vers 1. Er staat namelijk iets heel moois in. Dus pak je Bijbel erbij en dan gaan we even lezen. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Sorry. Wat betekent dat nu? Op dit moment is dus de wereld is een beetje lam gelegd door het virus. Je ziet het niet, maar het is er wel. Maar nou gaan we dus omdraaien. God is er, ook al zie je hem niet altijd. Maar waar kunnen wij God aan zien? Hoe kunnen we nou zien dat er een God is? Nou, heel eenvoudig. Als je nu naar de natuur kijkt, het is herfst. Het is herfst. En de bomen waren eerst groen. En nu worden de bladeren geel, rood, bruin. En geel is de kleur van vrolijkheid. Rood is het vuur. En je kunt dus zien aan de bladeren dat het gaat veranderen, het seizoen gaat veranderen. Wij kunnen zien dat de natuur prachtig bezig is. Maar dan denk je, ja, wat heeft God ermee te maken? Nou, heel mooi. Want wij kunnen nooit door een oerknal ontstaan zijn, of door een soep, of door een steen, of door een bacterie, of door een virus, of wat dan ook. Want er moet iets zijn geweest dat alles uniek heeft gemaakt. Als je nu de mens kijkt, hoe uniek een mens bestaat in het hele lichaam. Met bloed, met zuurstof, met alles op elkaar. Alles door elkaar. Wij ademen zuurstof in. Maar wij ademen stikstof uit. Wat doet een boom? Een boom zuivert de lucht. Hoe uniek is dat? Wij blazen vieze lucht uit en met een boom die zuivert de lucht. Weet je wel hoe uniek dat is? Wat heeft dat met een geloofsheld te maken? Nou, heel veel. In diezelfde Hebreeën staat helemaal vol met geloofshelden. Eén daarvan was en is Noach. Want Noach leeft nog steeds, alleen niet meer hier ademend bij ons. Hij leeft nu in het paradijs. Maar die parkeer ik even.
Noach kreeg opdracht van God om een ark te bouwen. En een ark is een boot zonder stuur, zonder roer. Hij mocht dus van God een ark gaan bouwen. Maar het had nog nooit geregend. En er was ook geen boot. Maar God vroeg aan Noach, wil jij deze ark voor mij bouwen? En daar heeft hij heel veel jaren over gedaan. Sommige mensen gaan in discussie. De een zegt 120, de ander zegt 7 jaar. Lieve mensen, het gaat erom dat hij alleen aan het werk ging. Helemaal alleen was hij de enige rechtvaardige persoon hier op deze aarde. Hij kon niet even naar de gamma, de praxis of de karwei om even een elektrische zaag op te halen. Nee, hij moest alles met de hand doen. Daarna, toen hij klaar was, en tijdens die periode, reken maar dat er heel veel mensen hem uitlachten. Ha, die gekke Noach, moet je dat kind, wat is hij nou weer aan het bouwen? Een bouwwerk, jongen, jongen, jongen. Nou, die is van het lotje getikt. Maar toen hij die ark bouwde, God had zo'n groot verlossingsplan dat hij samen met zijn gezin, dus Noach met 7 andere mensen, dus 8 mensen, het volmaakte getal, met heel veel dieren, werd hij gered van de toorn van God. Hij is een geloofsheld. Nu naar jou en naar mij. Op dit moment. Want de mensen daar wisten niet wat er zou gebeuren. Ze zien alleen een stom bouwwerksel in het midden in een land. En nu naar jou en mij. Want het bouwwerk zorgde ervoor dat gezin gered werd met heel veel dieren. God heeft een verlossingsplan met jou en met mij. Met ons allemaal. Wil jij een geloofsheld zijn? Doe dan wat God van jou vraagt. Wat vraagt God dan? Om niet angstig te zijn. Is het virus er? Ja, absoluut. Maar is de griep er ook? Ja, absoluut. Is de kanker ook? Ja, absoluut. Alleen, hoe ga jij daarmee om? Als je nu angstig bent, wat lost het op? Vanmorgen op het nieuws werd er verteld, 300.000 mensen zijn er in Nederland, hebben last van corona. En waarom zeg ik last? Want overal waar je last van hebt, gooi je weg. Als ik heb het niet hoor jongens, wil ik het houden. Ik wil geen corona, ik wil het niet in mijn buurt. Weg ermee, last. Even werd ik 10 seconden bang. Ja, ik werd ook even bang. Ik denk, zo, wat een aantal. Maar we hebben 17 miljoen mensen in Nederland wonen, toch? Ja, 300.000 mensen vanaf maart tot nu hebben last gehad van corona. Hoeveel mensen hebben de afgelopen jaar last gehad van griep? Ja. Hoeveel mensen hebben last gehad van griep? Nou, heel veel. Last. Hoeveel mensen die last hebben van griep overlijden? Nou, ook heel veel. Want als je namelijk iets anders onder je leden hebt, samen met griep, influenza, kun je zomaar heel erg ziek worden en kun je overlijden. Waar het nu om gaat is, dat God van jou vraagt om een geloofsheld te zijn. Kijk nou eens naar God. Je ziet hem misschien niet, maar hij is er wel. De vele wonderen die hij doet, nog steeds. Want ze hebben bewezen, als je ergens voor bidt, gebeurt er wat. Wij mogen vele wonderen en tekenen meemaken van God. Als wij het gaan uitspreken van ik ben genezen in Jezus' naam. Ik heb een fantastische dag. Maar als ik dit ga doen. Oh, ik heb hoofdpijn. Oh, ik heb hoofdpijn. Oh, ik heb hoofdpijn. Weet je wat dan is? Dan krijg je hoofdpijn. Maar dat verbreek ik in de naam van Heer Jezus Christus. Want ik ben een geloofsheld. Ik sta voordat God ons genezen heeft. Dat God ons behoedt voor grote en voor erge dingen. Is er op dit moment een virus? Ja. Maar er zijn ook auto-ongelukken. Ja, misschien denk je, nou, waar haalt ze alles er vandaan? Ik wil je wakker maken, lieve mensen. Laat je niet door de angst regeren. Niet doen. Vertrouw op God. Hebreeën 11. Nog een keer, het eerste stuk. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en de bewijs der dingen die men niet ziet. Als jij gelooft,
dat de Heere Jezus voor jou in het kruis is gegaan. Als jij gelooft dat de Heere Jezus opgestaan uit de dood en jij spreekt dat uit, weet je wat er dan gebeurt? Dan word je wederom geboren. En in de volmaakte liefde van God, Heere Jezus en de Heilige Geest, de volmaakte liefde, wat in Johannes kan lezen, drijft elke vrees uit. Nou kan ik elke dag wel bang worden om... Ik rij elke dag auto. Ik kan elke dag bang worden. Oh jee, in het verkeer. Straks krijg ik een ongeluk. Waarom zou ik bang worden? En die auto, die heb ik nodig om van A naar B te komen. Zo heb ik ook een scootmobiel. Ja, ik heb een scootmobiel. Wat ben ik daar blij mee? Maar ja, als ik hard de bocht omgaat, kan ik wel omvallen. Oh, ik kan een scootmobiel laten staan. Nee, ik ben een geloofsheld. Ja, lieve mensen, je bent een geloofsheld. Vertrouw op God. Proclameer, spreek uit. Jij bent een geloofsheld. Doe wat God van je vraagt. Nu ook vele kerken zijn dicht. Wat jammer. De kerkdeuren horen open te zijn. We moeten naar buiten gericht zijn. Die angst moeten we onder controle houden. En ik sluit af met dit. Dat heb ik nog al een keer eerder verteld, maar misschien heb je dat nooit gehoord. Er was een klein jongetje. Die was aan het knikkeren. Dat is niet echt gebeurd hoor. Dat is het verhaal dat ik hier gehoord heb. Dus een klein jongetje is aan het knikkeren. En om hem heen is het duisternis. En Satan probeerde hem bang te maken. En boe te roepen. En allemaal angst. En allemaal vreselijke dingen gebeurden om hem heen. Maar dat jongetje, dat bleef knikkeren. En de hele wereld was bang. En iedereen denkt, wat is dat jongetje stom aan het doen? Maar het jongetje zat gewoon lekker te knikkeren. Lalalala. En op een gegeven moment zegt Satan, ben je niet bang voor mij? Zie je mij dan niet? En het jongetje zegt, ja, ik zie je wel, want wat heb ik ermee te maken? Ik hoef niet bang te zijn voor jou. Ik ga lekker doen, mijn eigen ding doen. En die duisternis kreeg steeds minder ruimte. Dan ga ik iets doen. Bijna iedereen van ons heeft een telefoon. Ik heb dat vaker gedaan. Als het donker is in de ruimte en ik doe een lichtje aan, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Dan gaat de donkerheid weg. Maar ik heb één lichtje. Maar mijn lieve collega's hebben ook een lichtje. En alle mensen hier hebben ook een lichtje. Een bundle of lucht hebben we dan. Een bundle of joy, zeggen ze in Amerika, als er een klein kindje wordt geboren. Wat een lichtpuntje. Maar voor ons is koning Jezus geboren. Weet je dat de kerst er bijna aankomt, jongens? Maar dat iedereen met die pokken corona bezig is. En daar word ik pist over. Doe mijn lichtje even uit, want ik ben genoeg licht van de Heere Jezus. Het is bijna kerst, jongens. Maar iedereen heeft het over die pokken corona. Maar wie heeft het nog over Heer Jezus Christus? Dat hij als babytje, een bundle of joy, op deze aarde kwam. Om het licht te verschijnen. Voor jou en voor mij. We moeten het van een daken schreeuwen. Satan moet een schop onder zijn kont krijgen. Is het corona in de wereld? Ja. Maar zoals de griep er ook. Zoals de hart- en vaatziekte ook. Moet je dan zorgen maken? Nee. Nee, niet te doen. Wat heeft het voor zin? Moet je goed je handen wassen? Ja. Maar laat je niet de mond snoeren door heel veel dingen, lieve mensen. We mogen niet meer zingen. Waarom? Want dan kan het virus zich verspreiden. Maar zo kan ook iemand de griep krijgen. Als ik in de auto rijd en ik ga 80 km per uur door de stad rijden, is ook stom. Doe ik ook niet. Lieve mensen, we moeten wakker worden. Een van iemand hier zei vanmorgen, in het woord van God staat, dat de mensen blind zijn geworden. Dat klopt. We zijn versluierd. Want we horen alleen maar angstige dingen. Maar wanneer hoor je nou nog de boodschap van God? De liefde, de vrolijkheid, het enthousiasme. In Psalm 91 staat, al vallen ze links, al vallen ze rechts. God is met jou. God is met jou. Lieve mensen, stop met bang te zijn. Lees Hebreeën 11 eens door, de geloofshelden. Wil jij een held zijn? Een held is iemand? Ja, wat is eigenlijk een held? Een held is iemand die iets doet zonder te denken aan zichzelf. Dat is een held. De Heer Jezus is mijn held. En ik hoop ook die van jou. Amen.